Steunpunt Jeugd is eigenlijk een ondersteuningsorganisatie in Vlaanderen. Vooral met de bedoeling om hen sterker te maken in het werk dat ze doen. Het werk dat zij doen met kinderen en jongeren rechtstreeks proberen wij eigenlijk te faciliteren dat ze daarover uitwisselen met andere organisaties. Vandaag hebben we een studiedag georganiseerd, de studiedag Jeugdbeleid Overmorgen. Een workshop rond... Rond de moeilijk te bereiken jongeren. Hè. Hoe kunnen we die nog beter bereiken? Ik denk niet dat we in functie van problemen mogen discussiëren. Er is het jeugdwerk en jeugdbeleid is zeer sterk ontwikkeld de afgelopen periode. Ik denk dat het vaak wel een uitdaging is om afstemming tussen verschillende beleidsdomeinen, om die nog meer te zoeken. En vooral ook te zoeken naar op welke wijze dat jeugdwerk inherent meedraait in een samenleving. En aan welke uitdagingen dat jeugdwerk, waar dat jeugdwerk ook een antwoord op kan bieden. Als er complexe problemen zijn, zoals bijvoorbeeld het bereiken van jongeren, bepaalde jongeren die VZW's of het jeugdwerk niet meer bereiken, dat is inderdaad een complex probleem en een goede vraag. Als we willen een bepaalde groep beter bereiken of sensibiliseren, als we weten waar rond en hoe, dan is er genoeg aanleiding. En de enige mogelijkheid om dat dan goed te doen is door samenwerking. Vlaanderen is er wordt het Europese jeugdbeleid of de samenwerking in Europa op het vlak van jeugd sterk opgevolgd. Wij proberen daar met Steunpunt ook wel wat op in te spelen. Ook te proberen onze thema's die we met Steunpunt vandaag de dag ontwikkelen, om dat ook op Europees niveau een stuk te onderbouwen en uit te dragen. Wij weten dat er in Vlaanderen heel wat actoren zijn die daar heel sterk met dat Europees beleid bezig zijn. En in C weten wij inderdaad dat de Europese agenda, dat er een sterke Europese agenda is met betrekking tot jeugd, maar ook met betrekking tot heel wat thema's die dat kinderen en jongeren aanbelangen. En vanuit die optiek volgen wij inderdaad de conferenties, de bijeenkomsten, de seminaries, de discussies in Europa wel wat op. Hartelijk dank vandaag en tot binnenkort.